Hoi, leuk dat jullie kijken. Nee, ik ben niet beroofd, maar de laatste tijd viel me op toen ik filmpjes keek dat mijn plank een beetje begon te buigen. En dat zag er niet zo heel erg betrouwbaar meer uit. En dus besloot ik dat het hoog tijd was om mijn boekencollectie wat te gaan verdelen over de rest van het huis. En dus heb ik de boekenkast op onze slaapkamer eigen gemaakt en daar een groot deel van mijn verzameling ondergebracht, zodat dit kastje wat minder te voortduren heeft. Dus nee, al mijn boeken heb ik gewoon nog. Ze staan alleen ergens anders. En ik weet dat de achtergrond nu iets wat leger is. En dat jullie dat misschien wel jammer vinden. Dat het natuurlijk leuk is om bij mensen in de boekenkast te kijken. Maar ik beloof binnenkort een boekencase tour te maken van mijn nieuwe boekenkast. En ik hoop dat het daarmee allemaal een beetje duidelijk is. Vandaag is het vrijdag en dus besloot ik dat ik maar weer eens een keer een weekafsluitingsvideo moest gaan opnemen. Omdat het alweer een tijdje geleden is. De afgelopen week heb ik 5 boeken gelezen. Dat zijn deze boeken. En ik ga jullie eventjes kort laten zien welke boeken dat zijn geweest. En er even kort veel over vertellen wat ik ervan vond. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Het boek wat ik de afgelopen week heb gelezen is het boek Outside In van Maria V. Snyder. En dit is het vervolg op Inside Out. Het eerste boek, dat was het boek wat ik las voor mijn allereerste 24 uur leesmarathon. En dat gaf me toen echt een hele goede start, omdat het super spannend was en heel erg meeslepend, goed geschreven en al dat. En daarom had ik ontzettend veel zin om ook het vervolg te gaan lezen. Maar toen hij uitkwam, kon ik hem echt nergens aankomen bij de supermarkten bij ons in de buurt waar ze die Harlequin pockets verkopen. Uiteindelijk stond ik op het punt om het maar op te geven en hem via internet te bestellen. En op dat moment kwam ik hem alsnog tegen in de winkel en dus mocht hij meteen mee naar huis. Ik heb er geen seconde over getwijfeld. Het verhaal speelt zich af in een soort van ruimteschip, een gigantisch ruimteschip waarin een heleboel mensen wonen. Die zijn opgedeeld in sloven en oppers. En in het eerste deel leer je hoe dat de sloven zich gaan verzetten tegen de oppers. En uiteindelijk dus echt een hele opstand ontketend wordt. En hier zie je zeg maar hoe dat in de nasleep verder gaat. Dus het was echt zo'n spannend boek. En mocht je deze serie nog niet kennen van Maria V. Snyder, dan raad ik hem echt van harte aan. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek Anne Amalia is er niet meer. En dit heb ik gelezen voor chicklit.nl. Dus als je benieuwd bent wat ik hiervan vond, dan moet je daar eventjes de site in de gaten gaan houden. Want daar zal mijn recensie verschijnen. Voor het volgende boek nam ik een tijdje terug een unwrapping video op. Het gaat om het boek De Test van Joëlle Charbonneau. En dit gaat over een wereld die zeg maar in de nasleep van een heleboel oorlogen een test heeft ontwikkeld om te bepalen welke mensen geschikt zijn om opgeleid te worden tot een functie als leider binnen de samenleving. En de hoofdpersoon Suya die hoopt dus van harte dat zij wordt uitgenodigd voor zo'n test. En uiteindelijk komt haar wens uit. Maar wanneer de test eenmaal is begonnen, komt ze al snel tot de ontdekking dat het veel pittiger is dan ze in eerste instantie dacht. En niet alle deelnemers overleven de test. Het is dus een hele heftige afvalrace, wat een beetje doet denken aan de Hunger Games. Maar het focust zich niet alleen op de sterkste wint, maar ook zeg maar de slimste wint. Het focust ook heel erg op het intellect van de deelnemers. En daardoor leer je ze zeg maar beter kennen als bijvoorbeeld in de Hunger Games. En dat sprak me heel erg aan dit boek. Dus als je deze nog niet hebt gelezen of je twijfelt omdat het vaak wordt vergeleken met de Hunger Games, dan raad ik je aan om het toch een kans te geven. Want het is wel een heel erg spannend en meeslepend boek. En ik garandeer je dat je het niet gemakkelijk aan de kant zult leggen. Het volgende boek is een boek wat al heel erg lang op mijn verlanglijstje stond. Het is het boek Het Bottenseizoen van Samantha Shannon. En ik wilde deze heel graag lezen omdat ik las dat zij, net zoals J.K. Rowling destijds, meteen voor al haar boeken een contract heeft gekregen bij de uitgever die ook Harry Potter heeft gepubliceerd, geloof ik. En ja, nou, dat klonk zo veelbelovend in de oren dat ik het gewoon moest lezen. En het speelt zich af in een soort van toekomst, waarin helderziendheid wordt beschouwd als iets heel erg gevaarlijks en het is ook strafbaar. En in die wereld wordt een meisje genaamd Paige wordt ontvoerd en meegenomen naar een andere wereld die onze wereld moet beschermen voor
vreemde wezens. En ik weet dat mijn uitleg ontzettend wazig klinkt. Maar dit is echt een van die boeken die gewoon ontzettend moeilijk te omschrijven is. Je moet het zelf lezen om te weten wat ik bedoel, gevoel heeft het boek. Maar echt, dit boek is zo gaaf. Het komt wat traag op gang met heel veel lastige woorden en dingen die je niet herkent. Omdat ze ja, fictief zijn. Maar wanneer je eenmaal samen met de hoofdpersoon als het ware ontvoerd wordt naar Oxford. Dan slaat het verhaal in één keer om. En dan wordt het zo gruwelijk spannend dat het gewoon een page-turner is van heb ik jou daar? Ik kijk ontzettend uit naar het vervolg van dit boek. Het was echt zo geweldig goed. En het laatste boek, dat is een boek waar ik echt hele hoge verwachtingen van had. Op het moment dat ik hem binnenkreeg, toen wou ik hem meteen lezen. En dat heb ik dus ook gedaan. Het gaat om het boek Fangirl van Rainbow Rowell. En ik had zoveel goede dingen gehoord over Rainbow Rowell. Vooral over haar vorige boek Eleanor and Park. En dit boek sprak mij meer aan omdat het gaat over iemand die fanfictie schrijft. En die helemaal opgaat in de wereld die wordt omschreven in haar lievelingsboek. En dat klonk gewoon heel erg bekend in de oren. Want ik heb vroeger ook fanfictie geschreven. Ik was ook super actief op fora en dat soort dingen. En het klonk gewoon heel erg bekend in de oren. Maar uiteindelijk vond ik het een beetje tegenvallen. Ik miste een beetje dat larger than life glansje over het boek. Wat ik toch wel graag heb wanneer ik iets lees. Omdat ik, ja, wanneer ik iets lees wat echt kan gebeuren. Of ja, wat heel alledaags is of zo. Dan verlies ik vrij snel mijn interesse. En al helemaal als het vrij langdradig wordt geschreven. En wat me heel erg stoorde. Is dat er heel veel stukjes in zitten waarin de hoofdpersoon voorleest van haar fanfictie. En die fanfictie die heeft eigenlijk helemaal niks met het verhaal te maken. Dus dat voelde voor mijn gevoel een beetje als ja, vulling. En dat maakt het een beetje langdradiger dan nodig was. Het is wel ontzettend lief. Het heeft een heel mooie romance. En de hoofdpersoon is ook echt ontzettend vertederend en dat soort dingen. Dus het is niet zo dat ik heel erg. Ja, het is niet zo dat ik niks goeds te melden heb over dit boek. Maar, want het is absoluut wel hartverwarmend verhaal. Alleen ja, een beetje langdradig naar mijn smaak. En ja, het leefde niet helemaal op aan de verwachtingen die ik had van Rainbow Rowell. En ja, dat is jammer. Maar desondanks is het wel een heel erg leuk boek. Dat waren de boeken die ik de afgelopen weken heb gelezen. Maar alsjeblieft blijf nog even zitten, want ik heb dringend jullie hulp nodig. Want, zoals ik al aangaf op Twitter laatst, verwachtte ik deze week het laatste boek van de Delirium Amoris trilogie van Lauren Oliver. En gisteren heb ik hem ontvangen en ik kan niet wachten om erin te beginnen. Maar wat ik ook heb ontvangen gisteren is dreiging van Becca Fitzpatrick. En ik ben verscheurd. Ik sta echt in tweestrijd. Want na alle tweede delen ben ik zo verschrikkelijk nieuwsgierig. En ik kan niet kiezen. En iedere keer als ik doe Ine Mine Mutte, dan heb ik het gevoel dat ik het boek niet geen recht doe. En ik weet niet welke. Dus help me alsjeblieft kiezen. Welke van de twee zou jij als eerste lezen? En help me gewoon uit de brand. Help mij kiezen tussen deze twee boeken. Want ik wil van allebei zo graag weten hoe het afloopt. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Bedankt voor het kijken in ieder geval. En graag tot in de volgende video. Doei!